Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een unboxing van Lounge. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier! Ik denk dat dit de laatste video is die ik ga opnemen in deze kamer. Want ik heb echt zo leuk nieuws. Ik heb namelijk een huisje en ik kom mijn verhuisvlogs aan. En ik heb echt zoveel zin om te filmen, want ik ben echt helemaal niet actief geweest op YouTube. En ik heb jullie echt niet op de hoogte gehouden van wat er speelt in mijn leven. Maar dat komt allemaal nog eraan. Ik ben er nog mee bezig. En als deze video online komt, krijg ik van de sleutels, als het goed is. Dus ik ben echt helemaal excited en ik heb er echt onwijs veel zin in. En vandaag heb ik voor jullie dus een pakketje van Lounge. Ik heb hier echt best wel vaak een samenwerking mee. Ik ben ook heel erg tevreden. Ik heb een badjas, je hebt pyjama's, je hebt bikinis. Je hebt echt heel veel verschillende dingen. Ik vind de kwaliteit echt super top. Ik draag het echt bijna elke dag. Dus dat is wel echt mijn eerlijke mening. In deze video ga ik helaas geen aanbeelden plaatsen. Want daar voel ik mezelf niet fijn bij. Maar ik zal natuurlijk wel gewoon foto's van het model laten zien. Ik weet precies hoe alle modellen zitten. Dus dat is echt top. Het valt ook allemaal op maat. Ik zeg het er altijd even bij. Ik vind wel dat de broekjes soms ietsje groter vallen. Dus als je twijfelt tussen een M en een S, zou ik een S nemen. Dus dat eigenlijk. En ik heb voor deze keer ook een bikini uitgekozen. Misschien kan ik daar gelijk mee beginnen. Ik had hem namelijk meegenomen op vakantie. Dat was eigenlijk het enige wat ik mee had genomen op vakantie. De rest heb ik allemaal nog in de zak gelaten. Ik heb hem alleen niet gedragen. Want ik had zoveel bikinis mee. Als eerste zit er dit broekje in. Het is een rood broekje. En hij heeft dus hele mooie gouden details. En ik vind deze kleur echt prachtig. Hij sluit heel erg mooi aan. Ik had het broekje in een maatje M genomen. En ze hebben dus meer zwemkleding. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat ik het heb ontvangen. En even kijken. En als volgende hoort daar dus dit topje bij. Echt een heel erg mooi topje. Hij is wel best wel heftig. Maar ja, voor vakantie is het wel echt heel erg leuk. En er zit dus een, ja, gewoon gouden sluitingjes. En je kan de bandjes gewoon verstellen. Dat kan echt bij bijna alles. Dus daardoor kan je het ook gewoon strakker maken. En zit het eigenlijk bijna altijd goed. Dus dat is wel echt top. En ja, er zit dus dit bikini topje bij. En echt heel erg mooi. De voorkant kan niet los. Dus dat is wel top. En het ziet er echt best wel mooi uit. Dus dat is het zwemsetje. Ik heb ook een pyjama van Lounge. Die is echt top. Het is zo'n soort beige pyjama. Maar je hebt ook echt heel veel andere dingen. Dus ja, het zijn niet alleen de dingen die ik nu laat zien dat ze dat alleen hebben. Ze hebben ook een sale. Ik vergeet bijna te zeggen. Die is op 1 augustus begonnen. En er is echt mega veel sale. Dus neem zeker even een kijkje. Ik zal alle linkjes natuurlijk voor jullie in de beschrijving zetten. Als volgende. Ik moet echt even nadenken wat ik ook weer had besteld. Het komt altijd in dit soort zakjes echt heel erg mooi. En er zit dus ook altijd een instructie bij voor het retouren en alle informatie. Dus dat zeg ik altijd maar even bij. Ik heb namelijk, ik zal ze even uit de verpakking halen. Een blauw setje. En deze heb ik dus al. En ik vind deze setje echt het allerfijnst. Ik heb het topje altijd in een B75 als het goed is. Ja, 75B. En ik vind deze echt prachtig. En daarbij hoort natuurlijk ook gewoon het bijpassende broekje. En dit is het bijpassende broekje. Het is echt prachtig. En ik draag het zo super vaak. Ik vind het ook super leuk dat er zoveel verschillende kleurtjes zijn. De topjes hebben een beugel. Maar het heeft geen vulling of zo. Dus het is gewoon helemaal doorschijnend. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar hier ook zijn de bandjes verstelbaar. En aan de achterkant ook. Dus dat is top. Dus dat is dit setje. En ik heb deze echt al in zoveel kleuren. Ik vind ze echt heel erg fijn. Maar ja, nu kan ik het gewoon lekker afwisselen. Dus dat is deze. Echt prachtig. En ik heb dus een keer een nieuw kleurtje uitgekozen. Ik zag deze kleur. Ik vond het echt heel mooi. Het is namelijk een lila kleurtje. Ik had dit echt totaal nog niet. Volgens mij is het wel een soort van hetzelfde setje als ik nu net liet zien. Maar moeten we even kijken. Oh ja, klopt. Maar kijk hoe mooi deze kleur is. Het komt niet helemaal over. Maar het is echt een hele mooie lila kleur.
En dit topje heb ik gewoon allemaal weer in dezelfde maat. Dus dat is deze. Echt prachtig. Dus dat is het topje. En natuurlijk het broekje erbij. Ik zit altijd met broekjes heel erg tussen een S en een M in. Dus het is ook heel verschillend welke ik heb genomen. Ik vind ze eigenlijk allebei prima zitten. Qua broek heb ik een maat 38. Dus dan weten jullie dat. En dit is het broekje. Ja, ik heb er niet heel veel over te vertellen. Behalve dat ik het echt prachtige setjes vind. I love it. En dit is dus gewoon hetzelfde als deze. Maar deze heb ik dus ook in heel veel andere kleuren. Ik vind dit echt de mooiste setjes. En zeker als je het onder een trui draagt. Het zit gewoon echt heel lekker. Even nadenken dat ik het nog meer had. Zo. Oh, dat zie je wel nu liggen. Dat is een beetje irritant. Ik kan ook echt niet wachten om straks alles lekker in te delen in mijn nieuwe kast en mijn nieuwe spulletjes. Dus ik heb er echt zoveel zin in. Oh ja, ik heb ook nog een groen setje. Dit is wel een ander soort. Oh ja, ik heb deze nog nooit gehad. Dus hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik vind altijd deze stofjes wel heel erg fijn. Het zijn een beetje van die sportstofjes of zo. En daarbij zit dus eigenlijk een braletje. Deze, aan de voorkant heeft hij dus een gat. En aan de achterkant ziet hij er dus zo uit. Kan je ook weer verstellen. Ik heb dit topje heb ik in een maat. Goede vraag. Maatje M. Zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze gaat zitten. De stof voelt er echt top aan. En deze kleur vind ik ook echt prachtig. Het is een beetje een olijfkleurtje. En daarbij hoort natuurlijk een broekje. En dit is het broekje. Echt mega fijn. Ik hou echt heel erg van deze modelletjes. En hierop staat dus lounge. Ik heb de kleuren van mijn camera een beetje fel gezet. Dus ik hoop niet dat het heel erg stoort. Maar dat is dus dit broekje. En ik denk dat dit setje echt zo mega lekker zit om in te chillen. En dan lekker een trui of een sportlegging eroverheen. Dus dat is helemaal top. Dus dat is dit hele mooie setje. En oh ja, en als jullie vragen hebben over de setjes of hoe iets zit of mijn ervaring ermee, mag je ook altijd een DM sturen of natuurlijk in de reacties zetten. Maar als je wil DM'en mag het natuurlijk ook, want dan kan ik misschien wat meer gedetailleerd antwoord geven. Het volgende wat ik heb is deze. Deze heb ik al en deze draag ik echt zo vaak. Ik vind deze echt het allerlekkerste zitten. En hij staat hier heel mooi lounge, het zwarte setje. Ik vind zwart ondergoed gewoon altijd heel fijn. Ik denk ook het meeste ondergoed is gewoon allemaal zwart wat ik heb. Dus dat is die. En daarbij hoort ook een topje en die zit ook echt zo lekker. Het is echt top. En daarbij hoort dit topje. Ik vind deze ook heel erg mooi omdat het dus niet zo'n band is. Dat maakt je soms best wel een beetje ja, plat. En dit geeft dan toch nog een beetje meer vorm vind ik. Ik vind het wel jammer dat ik deze in een M heb gekozen. Want deze heb ik volgens mij in een S nodig. Maar ja, je kan ze gewoon verstellen. Dus dat is op zich wel prima. Bij dit soort modellen kan je alleen de achterkant niet verstellen. Dus daar moet je wel echt rekening mee houden. Maar dat is dus dit hele leuke setje. Ik wil in ieder geval Lounge echt heel erg bedanken voor alle nieuwe setjes. En het is ook echt heel erg fijn aan Lounge dat ze heel veel verschillende modellen hebben. Dus met heel veel verschillende lichamen. Dat je het echt heel goed kan bekijken. Ook op Instagram zijn ze daar heel erg mee bezig. Dus dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Omdat soms krijg ik altijd een beetje, vind ik het lastig om te zien. Om alleen maar modellen te zien die echt super zijn, ja, eenmaal zijn afgetraind. En dan zie ik die andere modellen en dan denk ik, ja, dit is hier, hier kan ik goed naar kijken om mezelf een beetje te vergelijken. Dus dat is altijd wel fijn. Dus dat vind ik altijd heel erg goed aan Lounge. Maar ook op Instagram zie je dat ook heel erg voorbij komen. Ze hebben gewoon heel veel verschillende modellen. En ja, eigenlijk draag ik dit gewoon dagelijks. Ik vind het echt mega fijn om te dragen. Dus dat wilde ik even zeggen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je het leuk vond, zou ik het heel leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie heel snel binnenkort bij de verhuisvideo's te zien. Doei doei!